Buma wil dus wel burgers afluisteren, maar niet naar burgers luisteren. Dag meneer Buma. Goeiedag. Hallo. Goeiedag. Mag ik u een vraag stellen? Nou, dat is een goede vraag. Daar moet ik even over nadenken. Maar ik ga het toch doen, dus volgens mij heeft het niet zoveel zin om nee te zeggen. Wat mij opvalt is dat dan is er een referendum, wordt morgen aangekondigd dat die er komt van de sleepwet. Dat het kabinet van het raadgevend referendum af wil, oké. Maar dat u praat nou even met mij, hè? Ja, maar, dat komt ja, maar ja, nou en, even concentreren. Dus dan zegt u eigenlijk bij voorbaat al, dat gaan we negeren, het referendum. Nou, het gaat nu om het volgende. De wet op de inlichtingenveiligheidsdiensten wordt veranderd. En dat is in tijden van terreur essentieel voor onze veiligheid. Dat gaat erom dat eindelijk de diensten ook eens op de kabel mogen. Het referendum gaan we intrekken, dat weet u. Het is nu nog niet zo. De wet is nu nog anders. Dat klopt. Mag u niet zeggen, bij voorbaat negeer ik hem al. Dat klopt, dat die wet er nog is. Ja, ik vind dat ongelooflijk. Dat is dus in strijd met de wet. Het is ook een minachting voor kiezers die wij in 2017 niet meer moeten pikken. Is het ook in strijd met de wet? Want je kan, ja, het is raadgevend, dus ze mogen hem negeren, toch? Nou, nee, ze mogen de raad niet opvolgen, maar het referendum zelf, dat kun je niet negeren. Ik denk dat de uitslag van het referendum ook heel goed kan zijn dat Nederland die wet steunt. Omdat je niet wil dat kwaadwillenden online wel... Maar dat vroeg ik even niet, hè? Ik vraag nou eventjes voor u iets die uitslag van het referendum serieus neemt. Ja, die neem ik sowieso serieus. Ja, Buma niet hoor, die zegt gewoon ik negeer hem gewoon. Ja, maar het is een advies. Nou ja, maar als de referendumuitslag positief is en Nederland steunt die wet, dan negeer je hem sowieso niet natuurlijk. Dus als wat het volk wil u uitkomt, dan negeert u het niet? Als wat mensen in het referendum zeggen... Als dat u uitkomt? Bevestigt wat ik ook denk dat het van belang is voor Nederland, dan is het mooi meegenomen. Ja, maar toch vind ik het een rare redenering, want voorlopig is die wet er nog gewoon. Hè? Die referendumwet moet nog ingetrokken worden. Maar je mag hem ook negeren, dan doe je niks fout. Ja, nou dan zou ik zeggen van, de belastingen gaan fors omlaag de komende jaren. Weet je wat, ik ga vast minder belasting betalen. Het is niet democratisch. En dat is ook wel heel raar, want we hebben een Tweede Kamer en een Eerste Kamer. Ik zit tegenwoordig in de Tweede Kamer. Ik vind het toch wel fijn als ik ook nog wat over mag zeggen. Hebben jullie het daar dan ook onderling over? Ja, natuurlijk. En dan zegt u wel van Buma, doe nou niet zo stom. Nou, ik formuleer het op mijn eigen manier. Maar komt op stelsel neer? Dat weet ik niet, maar het is wel duidelijk. Het doel van deze wet is zo belangrijk voor mij en voor Nederland... dat wetende dat de referendumwet wordt ingetrokken... het voor mij totaal ondenkbaar is dat na afloop de wet zou worden ingetrokken. Waarom zeg ik dat ook? Omdat zo'n na-effect van we gaan het ietsjes aanpassen, doen alsof we hem toepassen... terwijl je het niet doet... nog veel erger is. Buma wil dus wel burgers afluisteren, maar niet naar burgers luisteren. Die is goed gevonden deze. Ja, ja. Die gooi je zo bij mij voor de camera. Die hou je niet van binnen. Exclusief.